Sinds deze week zijn er een hoop nieuwe maatregelen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Eén daarvan is dat het verkopen van alcohol na 8 uur verboden is. Winkels zoals supermarkten moeten dat zelf gaan handhaven. Jonge mensen achter de kassa mogen dan na 8 uur geen alcohol meer verkopen. Maar sommige supermarkten zien dat niet zitten. Die zijn bang voor agressieve klanten. Dus is de nieuwe regel eigenlijk wel zo'n goed idee? Ik vind het een beetje een vage regel, want als je echt alcohol wil kopen, dan kan dat ook om 7:55 en mensen gaan dat niet per se in dat laatste uurtje wat de winkel nog open is gaan kopen, lijkt mij dan. Want als je een feestje houdt, dan ga je toch wel kopen ervoor. Als je echt alcohol wil halen, dan doe je dat gewoon in de middag. Dus, ja, om een feestje te voorkomen, dat helpt niet echt mee. Ik vind het zelf heel erg lastig, want ik werk zelf ook in de supermarkt en die zijn wel nog langer open. Die zijn wel tot 9 uur open. Ja, voor ons levert het alleen maar discussies op met de klanten en dat is ook niet wat je wil, want de sfeer wordt er niet beter op.